Vandaag bespreken we de huid. Anatomie, fysiologie en observatie zijn gekend. De droge huid maakt onze huid vatbaarder voor wonden en eczeem. Talgkliertjes zorgen voor een soepele laag en een waterafstotende laag. Welke oorzaken maken onze huid nu droger? Bijvoorbeeld droge lucht, UV-stralen, wind, te vaak wassen met zeep, onvoldoende drinken en bepaalde geneesmiddelen. Symptomen. Onze huid is minder elastisch, jeukt, vertoont schilfers en soms kleine wondjes. Onze huid is geïrriteerd, wij zien rode vlekken en drooglippen kunnen ook voorkomen. Wat kunnen we hier tegen doen? Een hydraterende crème gebruiken, vermijd langdurig contact met water, dep onze huid droog in plaats van te wrijven, vermijd krabben en bij droge lippen gebruik een lippenbalsem. Preventief gebruiken wij best geen geparfumeerde zeepen, wel een doucheolie. Spoel goed na om alle zeepresten weg te spoelen. Droogdeppen in plaats van wrijven. Na het ochtendtoilet goed insmeren met een hydraterende crème of olie. Gebruik geen eau de cologne, want dit droogt onze huid nog meer uit. Zorg ervoor dat de zorgvrager voldoende blijft drinken en een gezonde voeding nuttigt. Jeuk is een kriebelend gevoel dat ons aandrang geeft tot krabben. Als wij lokaal jeuk hebben, kan de oorzaak zijn een allergische reactie, netelroos, insectenbeten, bepaalde huidziekten of een droge huid. Als gans ons lichaam jeukt, hebben we het over diabetes, problemen met lever, nieren, schildklier, bepaalde bloedkankers en eventueel psychische problemen. Symptomen daarvan: hoe meer wij krabben, hoe meer wij krabletsels gaan zien. We hebben ook een droge en schilferige huid. Wat kunnen we hier tegen doen? Probeer de oorzaak op te sporen, zodat we deze kunnen wegnemen. Zorg ervoor dat onze zorgvrager voldoende drinkt. Knip de nagels kort. Vermijd een droge huid. Bij warmte, zweet en kleding. Deze dingen kunnen ook jeuk verergeren. Dus pas dit aan. Wat kunnen we er tegen doen? Beperk de douchetijd. Zorg ervoor dat het water niet te heet is en douche maximum 3 keer per week. Gebruik geen zeep, wel een pH-neutrale zeep of een doucheolie. De huid goed droogdeppen, niet wrijven, een hydraterende crème gebruiken en zorg ervoor dat de nagels kort geknipt zijn. Irritatie. Irritatie ontstaat wanneer de natuurlijke balans onze huid verstoort. Oorzaken: van binnenuit kan dit zijn door een voedselkeuze, bepaalde hormonen of stress. Van buitenaf de airco, weersinvloeden, diabetes, te lang of te heet baden of douchen. Symptomen: een droge schilferige huid, een ruwe huid, vaak hebben we ook een trekkerig aanvoelende huid, rode uitslag, jeukende huid, eventueel eczeemvorming met blaar en buisjes. Hoe moeten we handelen? Goed observeren. Probeer de oorzaak te achterhalen. Vochtinbrengende crème aandoen en indien nodig naar de dermatoloog gaan. Preventief: beperk de douchetijd. Zorg ervoor dat het water niet te heet is en douche maximaal 3 keer per week. Gebruik geen zeep, wel een pH-neutrale zeep of een doucheolie. Ook hier huid droogdeppen, niet wrijven en gebruik een hydraterende crème. Decubitus, ook wel doorlichtwonden genoemd. Dit is een letsel aan de huid en onderhuidsweefsel door druk, schuif en wrijfkrachten. De oorzaken daarvan zijn: doordat de druk, schuif en wrijfkrachten aanwezig zijn, gaan de kleine bloedvaten in de huid dichtgedrukt worden. Hierdoor krijgt de huid een gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen. Dit geeft schade aan de huid en later aan het onderhuidsweefsel. Bij een zuurstoftekort geeft ons lichaam normaal gezien een pijnprikkel, zodat wij veranderen van houding. Bij sommige mensen lukt dit niet meer, gewoon omdat ze te zwak zijn, in coma liggen. Ook het onderuitschuiven samen met zweten en incontinentie geeft meer beschadiging van de kleine bloedvaatjes. En dit omdat de huid gaat verweken. Wat zijn de beïnvloedende factoren? De onderlaag. Liggen er vouwen in het bed liggen, kruimels in het bed, de vochtigheid, transpiratie, incontinentie, zodat onze huid gaat verweken, koude. De bloedvaten gaan contractie uitoefenen, waardoor er minder zuurstof en voedingsstoffen naar de huid gebracht worden.
overgewicht, de druk op de huid stijgt, we gaan meer zweten en veel minder bewegen. We hebben uitwendige en inwendige factoren. Uitwendige factoren, de inwerking van urine en stoelgang, een slechte matras of oneffenheden en soms ook vreemde voorwerpen in bed, stoel of zetel. Inwendige factoren, bijvoorbeeld onvoldoende doorbloeding. Soms zijn zorgvragers verlamd van de ledematen, waardoor dat de bloedcirculatie vertraagd is. Een slechte algemene toestand, bijvoorbeeld bloedarmoede, een tekort aan vitamine of mineralen. Weefselaantasting. Bij droge huid is de elasticiteit van de huid die verminderd wordt. Sensibiliseringsstoornissen. Bijvoorbeeld iemand die Parkinson heeft, gaat moeilijker bewegen. Dit is weer hetzelfde, die pijnprikkel die gegeven wordt, waardoor wij soms moeten gaan verzitten, die wegvalt. Decubitus kunnen we onderverdelen in 4 graden. Dit wil niet zeggen dat de 4 graden op elkaar opvolgen. Dat is niet noodzakelijk. Graad 1 is een niet wegdrukbare roodheid van de huid, de intacte huid. Dit kan gepaard gaan met huidverkleuringen. Soms kan de huid warm aanvoelen, eventueel oedeemvorming of verharding. Wij zien altijd een afgeleide zone waarin dat de huid blijvend rood ziet. Als we kijken naar kleurlingen, zien we niet dat deze huid rood ziet. Dan zien we wel een blauwe paarse verkleuring. Gebruik een doorzichtig schijfje, zo kan je goed observeren terwijl dat je druk uitoefent op de huid. Graad 2 is een blaar of een open blaar. Dit wil zeggen dat er een huideffect is oppervlakkig, enkel betreffende de opperhuid en soms ook de lederhuid. Graad 3. Oppervlakkige decubitus. Er is een huideffect met schade en of necrose van de huid en het onderhuidsweefsel. Dit kan uitstrekken tot onderliggend bindweefsel. Let er wel op, hier is geen schade aan spieren en botten. Graad 4 is een diepe decubitus. Dat is een uitgebreide aantasting en of weefselnecrose met schade aan spieren, botweefsel of ondersteunend weefsel. Soms met, soms zonder schade van de opperhuid of de lederhuid. De plaats waar de decubitus kan voorkomen zie je hier op de foto's. Het enige dat er nog moet bijkomen is bij een ligging op de buik, dat er bij de man aan zijn edele delen ook decubitus kan optreden. Observeer dit goed. Decubitus, hoe kunnen we herkennen dat iemand eventueel kans heeft op het krijgen van decubitus? Volgens 2 schalen, de Norton-schaal en de Pranenschaal. De Norton-schaal is een risico. Om decubitus te bepalen, wij gaan zien, we hebben 5 items die gecontroleerd kunnen worden. Wij kunnen een score geven van 1 tot 4 punten. Minimum score is 5, maximum score is 20 punten. Hebben wij een totaalscore kleiner of gelijk aan 14, dan wil dit zeggen dat onze zorgvrager een verhoogd risico heeft op decubitus. De Bradenschaal. De Bradenschaal heeft 6 items die gecontroleerd kunnen worden. We kunnen punten geven van 1 tot 4. Onze minimumscore is 6, onze maximumscore 23. Bij een score kleiner of gelijk aan 17 heeft onze zorgvrager een verhoogd risico op het krijgen van decubitus. Preventie. Wat is belangrijk? Observeren en rapporteren als wij een verdachte huidskleur zien. Herkennen van risicofactoren, kruimels in bed, mensen die niet goed meer te been zijn. Ook de huid goed inspecteren. De voorkeursplaatsen controleren op niet wegdrukbare roodheid. Drukontlasting, lichaamshoudingen, wisselhouding geven, kantelbedden gebruiken, zwevende hielen, een drukreducerende matras of kussen, aangepaste houding, de semi-Fowler houding. Hier staan voorbeelden in van in de cursus. Dit kan je daar nakijken. Hoe moeten we onze huid verzorgen? We gaan onze huid wassen met een pH-neutrale zeep en grondig drogen. Gebruik verzorgingscrème. Geen eau de cologne, want dit gaat de huid uitdrogen. Eosine ook nooit gebruiken. Dit droogt ook uit en we kunnen de huid niet observeren omdat we onze huid rood gekleurd hebben. Als zorgkundige draag geen sieraden bij de verzorging, want deze gaan wondjes veroorzaken. Zorg ervoor dat je de lakens goed strak aantrekt en verander het incontinentiemateriaal regelmatig. Wat moeten we doen bij de verzorging van de eerste graad decubitus? Stimuleer uw zorgvrager tot beweging. Pas wisselhouding toe. Laat de zorgvrager voldoende drinken en vraag eiwitrijke voeding aan.
extra verzorging van het intiem gedeelte bij incontinentie. Gebruik een barrièrezalf om de huid te beschermen. Gebruik drukreducerende verbanden, materialen om doorlichtwonden te voorkomen. En zorg voor een gladde onderlaag in het bed. Dit zijn voorbeelden van een druk-alterneringsmatras en een druk-reducerende matras. Vochtletsel of MASD. Dit wil zeggen Moisture-Associated Skin Dermatitis. Dit is een huidprobleem door te lange blootstelling aan wondvocht, fecale en of urinaire incontinentie en perspiratie. We onderscheiden vier types. De IAD, incontinentie-gerelateerde dermatitis, intertrigo of smetten, periwond-geassocieerde dermatitis en peristomale vocht-geassocieerde dermatitis. Hier zien we een schema dat goed weergeeft wat welke oorzaak heeft. IAD, urinaire of fecale incontinentie. Intertrigo heeft te maken met perspiratie. Periwondvocht heeft te maken met blootstelling aan wondvocht. En peristomale vocht heeft te maken met excreties die uit de stoma komen. Hier zien we waar vochtletsels kunnen voorkomen. De plaatsen worden goed weergegeven. Type 1, IAD. Dit is een chemische irritatie van de huid door inwerking van urine en stoelgang. De huid gaat verweken, hierdoor is ze vatbaarder voor infecties en beschadiging. Urine bevat afvalstoffen in de vorm van zouten en urinezuur. Stoelgang enkel in de vorm van zouten. Zouten en zure stoffen zorgen ervoor dat er huidbeschadiging kan optreden. De oorzaken daarvan? Herhaaldelijk en langdurige blootstelling aan urine en stoelgang. Slecht aangelegd incontinentiemateriaal, veelvuldig reinigen met water en zeep en de druk verhoogt ook de gevoeligheid van onze huid. Symptomen? We hebben een glimmend huidoppervlak. Rode plekken die onregelmatig verspreid zijn, zowel wegdrukbare als niet wegdrukbare roodheid. En de wondranden zijn onregelmatig en grillig van vorm. Hoe moeten we handelen? Incontinentiebeleid. Barrières aanbrengen, dit met zalven. Alternatieve huidreinigers gebruiken, bijvoorbeeld stoelgang verwijderen met schuim. Deppen drogen, dagelijks observeren van de huid. Goede voeding en vochtinname. Wisselhouding toepassen en wondbehandeling volgens protocol. Type 2 is intertrigo of smetten. Dit is een huidafwijking door huid-op-huid contact. Deze ontstaat door een combinatie van warmte, vochtigheid, wrijving en onvoldoende luchtstroom. Bij een infectie zien wij een huidschimmel. De meest voorkomende plaatsen zijn liesplooien, oksel, bilnaad, huidplooi en onder de borsten. De oorzaken hiervan? Vocht, warmte en wrijving. Een slechte hygiëne, diabetes, sterk zweten, urine-incontinentie, overgewicht en bedlegerige ouderen. Intertrigo en smetten gaat volgens een bepaalde fase. In de eerste fase zien we dat de huid nog intact is. Een lichtrode huid, jeuk en brandend gevoel. De tweede fase verschilt enkel naar huid. De lichtrode huid verandert in een felrode, glanzende huid. Fase 3 is de huid kapot, felrood, een nattende huid. Er ontstaat ontvelling, huidverweking, een scherpe rode wondlijn en een brandend gevoel. Fase 4 is de huid kapot. We zien een witte, gele, groene verkleuring van de huid en een onaangename geur. Dit omdat dit een infectie is, een schimmelinfectie van de Candida albicans. Er treedt ook een zwelling op. Hoe moeten we handelen? Pas dagelijks de huidzorg toe, bijvoorbeeld deppen drogen en niet wrijven. Voorkom overmatig transpireren door katoenen kledij te dragen. Voorkom huid-op-huid contact door eerst het hemdje aan te doen en dan pas de BH. Houd de huidplooien goed droog door absorberende kledij te dragen. Laat urine niet inwerken, bijvoorbeeld door incontinentiemateriaal tijdig te wisselen. En gebruik zinkoxide smeersels. Geen poeders, want deze geeft klontvorming. Type 3. Periwond geassocieerde dermatitis. Dit wil zeggen dat er wondvocht tijdens de ontstekingsfase optreedt van de wondheling. Deze leiden tot verweking van de huid door de hoeveelheid wondvocht of eventueel de aanwezigheid van bepaalde bacteriën.
Type 4, peristomale vochtgeassocieerde dermatitis, is een ontsteking van de huid en huiderosie dat te wijten is aan het vocht dat uit de stoma komt. Huidbarrières plaatsen rond de stoma is een must. Deze gaan een bescherming bieden tegen het inwerken van urine en stoelgang. De barrièreproducten gaan de huid droog houden. Waar moeten we wel op letten dat ook de huid onder de barrière droog blijft en niet door zweten gaat inwerken, want dit geeft dan ook verweking. Skin tears. Skin tears is een traumatische huidwonde, voornamelijk voorkomend aan de extremiteiten. Dit gebeurt vaak bij ouderen, omdat ouderen een hele dunne huid hebben, een perkamenten huid. Door wrijvingskracht en of schuifkracht gaat de skin tear ontstaan. De opperhuid en lederhuid worden van elkaar gescheiden of de opperhuid en lederhuid worden gescheiden van de onderhuid. We zien drie categorieën: zonder verlies van weefsel, gedeeltelijk verlies van weefsel of volledig verlies van weefsel. De oorzaken: een trauma, stoten, vallen, stevig vastgrijpen, kleefpleisters verwijderen of bepaalde medicatie. Wat moeten we doen? Altijd een verpleegkundige verwittigen. Preventie. Zorg voor een veilige omgeving. Voldoende licht, eventueel een nachtlampje. Zorg dat ze goed passende schoenen aan hebben met een antislipsool bijvoorbeeld. Bescherming van de huid. Bedek de leuningen van zetels, schoenen, stoelen, blauwe plekken. Bescherm lichaamsdelen. Voeding. Voldoende laten drinken. En heel belangrijk, eiwitrijke voeding geven. Ulcus cruris. Letterlijk wil dit zeggen een open plek of een zweer aan het onderbeen. Oorzaak is een slechte doorbloeding. Wat zien wij? Er is een veneuze insufficiëntie. Dit wil zeggen dat de kleppen in de benen slecht werken, waardoor dat er een terugvloei is. Door onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen via die haarvaatjes, dus hele kleine bloedvaatjes, gaat de huid afsterven en er ontstaan wonden. Symptomen? Er is een dunne huid van de onderbenen, ook een zwaar gevoel in de benen. We zien oedeem in voeten, enkels. Door dit oedeem gaat de huid scheuren en ontstaan er kleine wondjes. Door de slechte doorbloeding gaan die wondjes verder scheuren en wordt het wondje steeds groter en groter. Rond de wonden zien we dat de huid strak en glanzend is. Er is ook veel vochtverlies en we merken spataders op. Hoe moeten we handelen? Compressietherapie of elastische kousen aandoen. Voldoende beweging. En wondverzorging, heel belangrijk, observeren en rapporteren aan een verpleegkundige. Preventie, bewegen. Laat de zorgvraag niet te lang staan of zitten. Voeten in hoogstand. Voorkom overgewicht. En vermijd knellende schoenen, kniekousen en of broeken.